voor de opslag van bijvoorbeeld je kunstmest of je krachtvoer heb je de silo nodig. En in deze schaal maakt Kit Klobus ook om mee te spelen. Dus je kunt zien, op maat gemaakt, maar wel een hele grote staande silo. Een grote ton is het eigenlijk, die gevuld wordt bijvoorbeeld door de voerfabrikant om hier voor de koeien het brok in te doen. Zoals je kunt zien wordt die geleverd als zijn een bouwpakketje. Want, die eventjes opzij, dit is de plaat waar je de pootjes van de silo in zet. Hier gaat de opening erin en in deze dichte zak zitten de verlengpoten. Waardoor je in staat bent ook om hele grote trekkers die je hebt er zo hier onderdoor te kunnen rijden. En dan kun je ze op zo'n manier de schuif opzij draaien dat het voer eruit kan lopen. Eigenlijk gewoon een accessoire voorbij je speelgoedboerderij om het spel veel verder compleet te maken, helemaal levensecht wat dat betreft. En ook deze staande silo is dus te verkrijgen bij kidsklobushop.nl.